Superleuk dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video. Vandaag heb ik een pakketje gekocht. Hier is die. En ik ga hem dus nu op camera voor jullie unboxen. Maar ik ga vandaag geen boosters unboxen. Maar er zitten hier wel boosters in. Dus ik heb alvast wat verklapt. Maar ja. Ik heb de tape eigenlijk al afgeknipt. Dus laten we hem openmaken. En kijken wat er allemaal in zit. Hopelijk kunnen jullie het goed zien. Ik zal hem een beetje omdraaien zo. Zo, oké. We beginnen met heel wat sleeves. Kijk, ik heb deze gewoon gekregen van diegene. Dat is echt super aardig. Dus het zijn gewoon wat losse sleeves. Ik heb ze niet zelf nodig, maar voor de ruil en zo. Ik ruil best wel vaak dingen en dan ga ik ze niet zomaar zeg maar in een envelop doen. Omdat ze dan heel snel beschadigen. Dus hier hebben we heel veel sleeves. Ik denk dat het er wel duizenden zijn. Nee, grapje, dat kan niet. 100 of zo. Ja, nog wat. En nog een heel stapel. En nog een heel... Oh my gosh. Dat zijn er best wel... Oh my gosh. En heel... Zo, oh, kijk wat is dit. Dit is een Mewtwo Collection. En wat is dit? De heck is dit? Nou ja. En nog heel andere sleeves. Ik ga eerst de sleeves eruit halen als jullie dat goed vinden. Oh my gosh, er zijn veel sleeves. Wat heb ik hier aan eigenlijk? Maar ja, extra sleeves is nooit erg. Oh, de toploaders hebben we ook nog. Deze heb ik gewoon allemaal gratis gekregen. Trouwens, voor het geval als jullie je dat afvragen. Maar hier hebben we toploaders. Heb ik ook niet echt nodig. Maar ook altijd goed voor bijvoorbeeld als je EX kaarten gaat ruilen. Overal ligt wat. Ja, hier zijn dus de toploaders. Hebben we nog meer sleeves? Hier hebben we nog meer sleeves. En nog wat sleeves. En wat zijn dit? Wat de heck is dit? Afgeknipte zooi. Maar ik heb ook nog kaartjes gekregen. Misschien zijn jullie daar meer geïnteresseerd in. Dat zijn... Electrode Jungle Hollow. Ik zou wel reverse zeggen. Pidgeot Hollow. Hitmonchan Hollow. Pinsir Hollow. Gyarados. Dark Gyarados Non-Hollow. En Dark Dragonite Non-Hollow Rare. Ik ga even snel kijken naar de conditie van deze kaarten. Dat is prima. Dus leuke kaart om te hebben. Vooral de Hollows. Ja. Daarna gaan we naar... Oh, wacht. Nog meer tabloaders. Nog meer sleeves. Wauw. Even kijken hoor. Zoveel. Oh mijn god. Wat is dit? Nog meer van dat afgeknipte zooi. Maar dan hebben we hier super veel Flashfire boosters. Heb ik allemaal gekregen. Niet gekregen, gekocht natuurlijk. Maar dit is niet eigenlijk om zelf open te maken. Ik ga er wel een paar uithalen die ik zelf kan openmaken. Maar ze zijn meer voor de verkoop. Dus als je er wat wil kopen, ga naar mijn site. Of mail mij naar pokefansnl@gmail.com. En ze zullen niet snel meer op voorraad zijn, want ze worden heel snel verkocht. Ze zijn trouwens 3,50 per stuk nu, omdat Flashfire niet meer te krijgen is. In Nederland en andere landen. Vandaar. Dus dit zijn alle packs. Laten we ze tellen. 1, 2... Wacht, ik ga even artwork. Ik ga ze even op artwork selecteren. Ik ga eerst de doos weghalen. Oh, wat een chaos. Oh my gosh. Wacht even. Hier hebben we alle boosters op een rij. Oh, en hier nog wat. Zoveel boosters zijn het. Ik ga ze heel snel eventjes tellen en op artwork selecteren. En in de volgende video ga ik ze openmaken voor jullie. Oké, ik heb ze allemaal op artwork geselecteerd en netjes gezet. Laten we tellen hoeveel er zijn. Dan weten jullie ook alvast, degene die het wil kopen. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
14 Kangaskhan packs. Dus hier hebben we 14 van. Zal ik dat even opschrijven ergens? Niks hier. Oké, dus 14. Ik onthoud het al eventjes. Dan hebben we heel veel Pyro packs. Ik zal vertellen. ...26 Pyro packs. Dus 14 plus 26 is 40. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Charizard packs. 48 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dus in totaal dus 68 Flashfire Booster Packs. Ik ga het even laten zien hoe dat eruit ziet. Het ziet echt super cool uit. Gewoon allemaal zo bij elkaar gestapeld. Met allemaal packs zo. Fantastisch om te zien. Dus, hebben jullie interesse om Flashfire Packs te kopen? Laat me dan weten via pokefansnl@gmail.com. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bye bye.